Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Ik ga even weer alles klaarzetten en dan gaan we straks van start. Ik ben er lekker op tijd. Ik zat klaar. Ik denk, ja, weet je, ik kan langer blijven wachten. Maar dat heeft natuurlijk ook geen nut. Ik slinger gewoon lekker de live aan. Hebben jullie even tijd om nog binnen te komen stromen? Tijd om rustig ervoor te gaan zitten. En dan gaan we straks... Ja, wat gaan we doen? We gaan vandaag ATC'tjes maken. Ik zou dat eigenlijk gisteren al in de live gaan doen. En toen appte Rianne mij van... Ja, de oppas van Juul is ziek, haar dochter. En ze had dus geen oppas. En ja, dan zou Juul zou thuis zijn. Dus ja, dat schiet natuurlijk niet op een peuter tijdens de live. Ik had zoiets van, nou weet je, want ze wilde nog van alles regelen. Ik zeg, laat mooi wezen. Ik doe morgenochtend de live. En gisteren kwam voor mij eigenlijk, ja, achteraf gezien niet heel goed uit. Dus ik denk van, nou weet je, dan gaan we gewoon wisselen. Dan is er gewoon één live minder, maar dat maakt vast niet uit. Dus vanmorgen ben ik er in plaats van Rianne. Rianne zou overigens in de JMA-groep doen, maar dat maakt niet uit. Ik had eerlijk gezegd ook niet mega veel tijd, inspiratie en dergelijke om veel voor te bereiden. En ik dacht, weet je, ik heb nog dat ATC-boekje liggen en die heb ik begin december al gemaakt. Maar die wachten nog steeds op de ATC'tjes die erin moeten. Ik denk, maar daar kan ik wat nieuws gaan pakken. Ik kan ook dit af gaan maken. Dus wil je dit boekje ook gaan maken met de ATC Special Kit? Dan moet je even de live van, volgens mij was het 3 december, terugkijken. Daar heb ik dus dit mapje in gemaakt. En hier komen dus 2 ATC'tjes achter. Hier komt een ATC'tje in. En hier komt een ATC'tje in. En mijn bedoeling is om deze dan weer te gaan bewaren... In mijn TN, een TN is een traveler's note en daar kan je dat elastiekje gewoon openmaken en dan kan je dit boekje er ook nog weer in maken. Kijk, en dan kunnen we hem ook nog weer sluiten. Je hoeft hem niet in een TN te doen, maar het kan. Als het goed is, komen vandaag ook die hele toffe... Kurk journals binnen, hoop ik tenminste. Dus daar wacht ik nog even op. Maar ja, goed, die komt in de winkel binnen. Dus die kan ik in deze live niet meer laten zien. De ATC'tjes ga ik zo maken. Ik ga aan de slag met de Art Journal Special Kit van David. Nou, dat is een grote kit met dus de basis om dat mooie boekje te maken. Wat ik dus in die live van 3 december al heb gedaan. Er zit een stans bij om een pocket te maken. Er zitten kaartjes bij om ja, leuke stansjes uit te stansen. En daar kun je ook je ATC gegevens opschrijven. Er zit een mooie notebook stans bij. Er zitten allemaal kleine hexagons. Er zit heel veel bij. En daarbij zit ook nog een setje met stempels. Break the rules. En daar zitten ook wat stansjes weer bij die je er weer bij kunt gebruiken. Dus stempels en stansjes kun je combineren. Nou, ik moet dus nog wat kaartjes maken. En ik was voor deze bezig met de Lovely When You Read collectie van Craftoclock. Nou, ik ga hem nog even heel kort aan jullie laten zien voor diegenen die hem nog niet hebben gezien. Het is echt prachtig papier. Allemaal dubbelzijdig. Kijk, dat is toch mooi. Nou, dit is het designpapier. Het zit trouwens allemaal 4 keer in de verpakking. Ik heb het hier 2 keer. Basic papier. Dus bijpassende uniekleurtjes. Mooi groen en beige. Groen. Met aan de achterkant een muurtje. Er zit houtstructuur bij. Er zit dit gave patroon bij. Deze zit erin. Dit muurtje zit erin.
Nou, ik denk, laat jullie toch het papier nog maar weer even zien. Want het is gewoon te mooi om niet te laten zien. Er zijn ook nog paperpads op het formaat van 15 bij 30. Ook met achtergrondjes. Ook dubbelzijdig. Dus dat zijn allemaal dezelfde designs die allemaal weer terugkomen. Nou, ik wil hier ook sowieso nog een keer een leuke kaart mee gaan maken. Want ook voor gewone, echt die mooie vintage kaarten is dit natuurlijk ook een hele toffe collectie. Er zitten ook knipplaten bij. Nou, die knipplaten, ja, daar kan ik helaas niet alles van laten zien. Want mijn pakketjes daarvan, die zijn al aardig geknipt. Kijk, maar er zit een setje bij met bloemen. Dus echt hele toffe bloemen. Daar hoef je al verder niet veel bij te doen. Er zitten blaadjes bij. Er zitten vlinders bij. Er zitten boeken bij. Typemachines. Er zitten meisjes bij. Van die leuke kandelaars zitten erbij. Opaatjes, omaatjes om te lezen. Er zitten katten bij. Echt van alles. Dus dat is deze toffe collectie. Nou, dan heb ik die nog even snel laten zien. En dan gaan we nu dus aan de slag. Even kijken. ATC. Ik ga er nu ATC'tjes mee maken. Want ik had, ik liet het net al zien. Ik heb dus dit mapje al klaar. Dit ATC mapje. En daarin wil ik nu dus de kaartjes gaan maken. Zodat ik dit project ook weer af kan gaan ronden. Er kwamen 4 ATC'tjes in. En ik wil ze eigenlijk zo gaan maken dat ik 2 setjes ga maken. Even kijken, dat is nog een extra. Dus deze 2 gaan een beetje in dezelfde stijl worden. En deze 2 gaan in dezelfde stijl worden. Ik vind het altijd leuk om ATC'tjes toch ongeveer gelijk te maken. En ik denk om nou 4 dezelfde in één mapje te doen, vind ik ook niet leuk. Dus dit gaan in totaal 2 series worden. Ja, de ATC'tjes kun je zelf natuurlijk bewaren of je kan ze weer versturen. Of ja, het is maar net wat je zelf leuk vindt. Het is ook leuk om om de ATC'tjes in zo'n mapje te doen en dan naar iemand te versturen. Nou, we gaan beginnen met deze. Kan trouwens zijn dat straks een keer de bel gaat en dat ik eventjes mijn deur open moet doen. Want ik verwacht nog een pakketje. En ik heb liever niet dat ze daarmee weggaan. Dus het kan zijn dat ik straks eventjes een keer snel weg moet. Maar dan weten jullie dat. Nou, ik heb de basis uit kraftkaartstok. Op de achterkant heb ik al zo'n kaartje gemaakt. En dat is dus met die stempel en deze standsmal gedaan. Deze gaat daarop komen. En deze gaat hierop. Dan had ik met deze notebookstans heb ik ook eventjes deze border uitgestanst. En die wil ik hier aan de zijkant gaan maken. Dan wil ik daar een strookje van dat bruine ook nog weer overheen gaan doen. En toen dacht ik al, dan kan ik dat ook nog wel heel leuk met een kantje weer af gaan werken. Nu is deze alleen veel te groot. Dat zien jullie ook wel. Dus ik ga even kijken wat het leukste is. Of dat ik deze zo doe en dat ik dat kantje, ja, ik ga hem sowieso doormidden knippen hoor. En doormidden knippen, dan bedoel ik daarmee. Oh, ik zie Aniki Pelkonen. She doesn't understand Netherlands. I don't know from which country you are, but she can understand it because she sees everything. But if you have questions, please let us know. We will try to help you. Dus ook voor buiten de grens doen we onze best. Even kijken of ik hier dan blauw bij ga doen. Of dat het toch wit gaat worden. Eigenlijk vind ik het
Helemaal too much. Want dan zie je dat houtstructuurtje niet meer. Ik ga toch voor deze witte. Want dan blijft hier dat notepiece gedeelte blijft nog over. Dus dat gaat hem worden. Even kijken, dan moet ik dat stukje ook voor de andere kant hebben. Even kijken, nou dat blauwe dat kan dan misschien straks al op het andere kaartje. We gaan het zien. Even kijken, een beetje gesso erbij. Oh, dit is een pot structuurpasta. Dat is me iets te dik. Ik vind het toch wel fijner om met een gesso te smeren. Nou, die potten die lijken een beetje op elkaar. Ik had net niet zo heel veel tijd om alles te pakken. Dus in de gauwigheid niet gelet of het de gesso of de structuurpasta was. Maar dat maakt niet uit. Nou, dit stansje is natuurlijk ook weer ontzettend leuk om overal op te verwerken. Nou, dit had ik natuurlijk al uitgestanst van tevoren. De bedoeling is om 4 ATC'tjes te gaan maken. Maar als het lukt wil ik nog 1 extra setje erbij maken. Want ik heb nog een ideetje voor een, eigenlijk een soort clean en simpel ATC'tje. Ja, we moeten even kijken qua tijd. Want ik moet straks ook nog het een en ander weer bij gaan bestellen. En dat moet ook eigenlijk voor 12 uur nog. Dus al met al wordt het weer een... Ja, eigenlijk een beetje een vluchtige woensdagochtend die denk ik heel snel voorbij is. Maar dat maakt niet uit. Als je maar plezier hebt, toch? Deze wil ik daarop gaan plakken. Dan komt hierachter deze leuke border. Nou, je kunt het natuurlijk ook op gaan plakken als pocket zijnde. Dus dat je er nog weer wat achter kunt steken. Ga ik in dit geval niet doen. Ik wil het gewoon zo ter decoratie doen. En dan kwam daar een stukje wit kant weer overheen. Dat vind ik dan wel weer leuk voor de afwerking. Ja, dat gaan we gewoon zo opplakken. Even kijken, deze gaat eerst achter die andere. Oh, ik zie dat er weer veel snotterig zijn. Ja, het is gewoon, volgens mij is half Nederland griepig. En als je het eenmaal hebt, dan kom je er ook gewoon amper af, geloof ik. Het komt steeds als een boemerang weer terug. Maar ja, goed. Het is gewoon niet anders. In ieder geval voor de zieken veel beterschap. Even kijken, ik ga hem toch ietsjes die kant op doen, dat hij gewoon hier precies op het randje komt. Nou, ik pak daar wel eventjes dubbelzijdig tape voor. Dat vind ik vaak net iets makkelijker plakken nog weer dan lijm. Dan zit het gelijk vast. Ik gebruik nu trouwens heel veel het Easy Tear Tape van JJ. Ik zal het ook wel gaan linken. Dat is extra sterk tape. En normaal gesproken hadden wij altijd dat rode tacky tape van JJ wat extra sterk plakt. Maar we hebben nu ook Easy to Tear, ook extra strong. En Easy to Tear, dat is, hoe zal ik het zeggen... makkelijk te scheuren. Ik ga deze trouwens nog heel iets deze kant op doen, zodat hier dat randje nog net weer erachter heen komt piepen. Easy to tear is dus makkelijk te scheuren en het is heel erg sterk. Nou, ik ben daar heel tevreden over. En weet je, dat rode, dat moet je natuurlijk altijd knippen. En scheuren vind ik gewoon net iets makkelijker. Hoef je niet altijd de schade bij te pakken.
Even kijken. Deze komt dan aan de andere kant. Die ga ik in spiegelbeeld maken. Nou, dat stukje is te kort, dus we hebben wel dit strookje nodig. Gaan we even kijken hoe lang die weer moet zijn. Ja, weet je, ATC'tjes maken. Het is ontzettend leuk. Ik vind het altijd wel lastig, omdat het wat kleiner is. En jullie weten, Janine klein en weinig dingen erop doen, dat is gewoon een combinatie die niet bij elkaar past. Dus ik heb altijd het probleem dat ik veel te veel dingen klaar heb liggen. En dat ik dat allemaal op zo'n klein kaartje wil doen. Maar het is wel goed om je spulletjes op te ruimen. Hoe meer je daarmee bezig gaat, hoe gedrevener je er natuurlijk in wordt. Maar ATC'tjes is wel ontzettend leuk. En het is ook gewoon leuk om dat te verzenden samen met anderen. Echt met zo'n swap meedoen. Nou, dat kantje, dat zal ik ook nog wel eventjes gaan linken in de webwinkel. Dat is wel leuk. Even kijken. Gaan we deze gewoon opplakken of zullen we hem met een nietje vast gaan maken? Dat is ook wel een keer leuk, hè? Even kijken. Daar een nietje. En daar een nietje. En of we het straks weer zien, dat zien we dan wel weer. Het zit er in ieder geval zo losjes op. Dan kunnen we er ook altijd nog weer wat achter steken. Ik had hier veel meer decoratie op bedacht, maar ik weet nog niet eens of ik dat allemaal er wel op ga doen. Ik vind dit eigenlijk al wel ontzettend leuk worden. Deze komt daarop. En deze komt daarop. Ik had... deze knipplaatjes van deze serie zijn ook zo leuk. Ik vind het altijd leuk om een serie zo te maken dat die eigenlijk... wel dezelfde producten, alleen net even wat anders. En als je goed kijkt, zie je dat mijn patroontje dus ook doorloopt. Want ik heb hem zo neergelegd. Kijk, dat ze zo aan elkaar passen. Dus de koffer en de boekjes die liggen weer naast elkaar. Wat ga ik hier nog bij doen? Want ik heb wel heel veel liggen, maar ik vind dat ergens zonde. Ik denk dat ik hier onderaan een decoratie ga doen. Het vlindertje erop. Misschien een klein takje erbij. Of een tekstje. Even kijken. Die zou daar nog kunnen. We kunnen ook het veer, straks een kleiner veertje bovenaan laten. Ik denk dat ik dat veertje gewoon achterwege laat. Ik vind die vlinder daar wel leuk. Even kijken, dan heb ik voor deze heb ik ook een inktpot. Ook een stapeltje enveloppen, een klokje. Nou, bij die gaat de klok aan die kant. Het papier is van Craft O'Clock. En dan de Lovely When You Read collectie. Yeah. Doen we de pen erbij. Zo is het op zich wel leuk.
Nou, daar gaan de veertjes bij deze er niet op. En dan gaan we hier straks nog een leuk tekstje bedenken. En dan gaan we deze zo vastplakken. Ik denk dat we dat maar doen. Ik ga daarvoor even mijn lijmpistool aanslingeren. Even in de lijst. De tape is bruinig, maar op de linklijst is hij groen. Nee, het is ja, gewoon transparante gewoon deze tape. Het is wel transparante tape. De verpakkingen, ja, wij hebben de foto's ook van de groothandel. En dan soms is dat gewoon een beetje lastig. Ja, om dan exact dezelfde producten, dan lijkt het net alsof ik wat anders gelinkt heb. Maar het is wel dit product. Even kijken. Er zitten hier ook leuke teksten op. En we kunnen natuurlijk ook gewoon rechtstreeks op de onderkaart gaan stempelen. Dream big. En ik denk dat we way of life gaan doen. Nee, deze heeft dus niet zo'n groene strip, Yvette. En kijk, daarom is het ook fijn dat wij af en toe dingen ook gewoon in de lives even laten zien. Want nu hebben jullie een heel ander beeld weer bij deze tape. Ik ga stempelen met de kleur VersaFine Clair en dan de Twilight. Ik ga even deze naar mij toe trekken. Dream Big. Die leg ik daar even neer. Dan kan ik hem straks eventjes schoonmaken. Gekleurde nietjes. Ja, alleen passen die niet in die niet-machine van Tim Holtz. Maar dan heb je een niet-machine van Vasen Creative. En daar hebben we wel gekleurde nietjes voor. Kijk, Way of Life. Dan moeten we daar zo nog een klein beetje bij spetteren. En heel misschien dat ik nog een klein beetje grunge-achtig iets op de achtergrond ga doen. Maar dat moet ik nog even bekijken. Ik zie dat ik mijn elementjes nog even heel iets van gesso moet voorzien. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier tikt de regen alweer zoals alle dagen tegen het raam. Dus het is gewoon lekker knutselweer. Op zich heb ik er niet zo heel veel moeite mee met die regen. Maar toch, als je even een keer een frisse neus wil halen of zo, dan is het toch wel heel veel regen de laatste dagen, hè? Ja, goed. We moeten het ermee doen. Het is gewoon niet anders. Niet klagen, zeggen ze dan. Even kijken. Ik pak alvast een spetterpen erbij. Alhoewel, dat kan ik beter straks even doen. Ik ga gewoon deze alvast op mijn onderkaart plakken. Ja, en weet je, zoals die ATC'tjes, je hoeft het natuurlijk ook niet per se als ATC'tje. Maar je kan natuurlijk ook hier een cadeaukaartje van maken. Hè? Een gewone kaart, wat jij weggeeft, hoeft natuurlijk ook niet altijd het formaat van 15 centimeter te hebben. Ook mini-kaartjes zijn ontzettend leuk. Ja, dat is inderdaad misschien ook nog wel een tip, Thea Meiring, om de nietjes weer op kleur te brengen. Alleen ja, dan moet je denk ik de nietjes eerst eventjes uit de verpakking halen. Wacht even.
Ik weet niet of het met een Posca ook gaat. Kijk, je kan natuurlijk, als jij nietjes van Tim Holtz hebt, kan jij ze wel eventjes gaan kleuren met een Posca. En dat kan natuurlijk ook met wit, met blauw, met alles. Ik ga dit gewoon eventjes laten drogen. En dan ga ik ze straks even in de nietmachine doen. Ja, ik ben dan ook iemand, dan moet ik het ook gelijk proberen. Nou, ik ga het nu even niet de zijkanten helemaal netjes kleuren. Ook de zijkanten moeten jullie straks maar even erbij bedenken. Ik laat dit even drogen. En dan gaan we die straks eventjes erop doen. Die vlinder die kwam hier. Zou wel mooi zijn als dat lukt natuurlijk. Kijk, dat is het leuke van die live. Zo doe je zelf ook nog weer ideetjes op. Je helpt elkaar met leuke ideetjes. Nou, de plaatjes die frummel ik meestal een beetje nog weer in vorm. Dus dat ze niet helemaal plat liggen op mijn creatie. Maar dat er een beetje hoogteverschil nog in zit. Ik ga die envelopjes naar die kant doen, want anders zie je daar niks meer van deze creatie. Ze moeten net andersom, want de andere kant had ik voorzien van gesso. Klokje erbij op. Die komt daar. Nou, zijn jullie allemaal alweer een beetje bijgekomen na de feestdagen? Ik moet zeggen, ik heb niks tegen de feestdagen, maar ik ben wel heel blij dat het gewone ritme nu wel weer een beetje komt. Alhoewel, alles wordt nu wel weer een drukke periode. En met de kerst had ik gewoon eventjes dat ik ook voor mezelf even de pauzeknop had ingedrukt. Maar ik vind gewoon die onrustige dagen gewoon niet mijn vaste ritme. En ik ben wel iemand die echt een beetje van een vaste structuur is. En daar word ik altijd een beetje onrustig van. Dus ik ben wat dat betreft wel blij dat al die aparte onregelmatigheden nu een beetje weer weg zijn. Maar het waren wel leuke dagen, dat moet ik wel zeggen. Ik vind december gewoon altijd zo'n hele drukke, drukke, haastige maand. Nee, niet mijn ding. Maar goed, we gaan nu weer lekker aan de slag. We gaan weer creatief alles oppakken, want dit jaar komen er weer ontzettend veel nieuwe dingen uit. Heel veel leuks. En volgende week hebben we ook nog weer een online surprise workshop dag. Dat is zo'n betaalde workshop dag. Kan je nog voor opgeven. Er zijn nog plekjes vrij. Nou ja, die zijn er altijd. Weet je, ik ga deze gewoon iets anders maken. Ik ga bij deze ga ik een vlindertje daar doen en ik ga dan een kleiner vlindertje doen. Ik vind het namelijk jammer om die vlinder daar nog weer boven te doen. Dat komt me gewoon nu ik aan het plakken ben niet helemaal uit. Ik ga even kijken of er nog een kleiner vlindertje in zit. En anders wordt het toch die grote vlinder. Want ik ga nu niet knippen. Ja, hier zit nog een iets kleinere. Kijk, dan ga ik de vlinder bij deze daarop doen. Dan zijn ze toch wel een beetje hetzelfde, maar niet helemaal. Nou, deze collectie ga ik gewoon iets van... want ja, je gaat op de achterkant natuurlijk iets opschrijven hoe deze collectie heet. Nou, dit denk ik dat ik de collectie Butterfly Dreams ga noemen of zo.
Dan zet je de datum achterop. Nou, uiteraard even spetteren. Nou, dan hebben we onze eerste serie ATC'tjes klaar. Als ik er 3 series wil maken, dan mag ik nog op gaan schieten. Nou, deze zijn toch super leuk. Je kan er eventueel ook nog plakpareltjes op doen. Maar ik laat deze gewoon zo, want anders dan krijg ik de rest niet af. Serie 1, die kunnen straks in mijn mapje. Serie 2, heb ik ook weer designpapier uitgestanst. Nou ja, omdat het in hetzelfde boekje komt, ga ik natuurlijk wel in hetzelfde steltje verder met ook de spulletjes wat ik heb gebruikt. Alleen gaan hier weer net wat andere dingen weer bij komen. Zo. De online workshop. Ja, die staat al wel. Er is een besloten Facebookgroep. Als jij aanschaft, dan krijg je ook van ons een link daarvoor. En je kan het gewoon bestellen via de webwinkel. Het is dan voor 10 euro en dan ga je 4 workshops doen. Het is deze keer met het thema Snowy Winter. Maar de projecten worden altijd zo gemaakt dat je ook gewoon, het worden bijvoorbeeld kaartmodellen, tasjesmodellen, cadeaumodellen, die je gewoon voor elke gelegenheid kan doen. Alleen wij maken er deze keer dan een leuk voorbeelden met winterse thema's. Ik moet nog bedenken welk papier. Maar goed, we gaan het zien. En ik moet ook nog bedenken welk, wat ik wil gaan doen. Ik denk dat ik maar weer iets van een kaartje met wat flapjes en tapjes en dergelijke ga doen. Kijken of er nog iets in mijn brein tevoorschijn gaat komen. Even kijken, wat gaan we bij deze doen? Misschien dat ik dan bij deze. Ja, de opzet is een klein beetje dus dat kraft. En er zitten van die hele leuke poesjes bij. Nou, klokje erbij. Omdat ik de kaartjes allemaal een beetje in dezelfde stijl wil doen. Ook hier dan een leuk envelopje nog weer. Er zitten van die leuke blaadjes bij. Als het goed is, had ik voor elke 2 van die blaadjes. De white stuff, it's gesso, of gesso. It's a primer to make it, to give it a shabby look. You can also use other products like a white acrylic paint or structure paste, but structure paste is a little bit thicker. I prefer to use the gesso. De blaadjes die bol ik een beetje op. En even kijken, wat lees ik, een ATC flapjeskaart of een soort ATC flapjeskaart? Nou, ik ga eens even ik ga brainstormen. Het moet ook niet zo moeilijk zijn, want het moet natuurlijk ook binnen een uur weer klaar zijn. Even kijken. Ja, wat gaan we bij deze er nog bij doen? Misschien hier bovenaan een leuk tekstje of zo. We hebben Hello, Break the Rules. Even kijken, ik heb ook nog deze mooie blaadjes. Ik denk dat ik die eens even uit ga stansen.
En dan uit kraft. En dan die als decoratie erachter. Moet ik alleen even een beetje kraft erbij pakken. En misschien dat ik een klein stukje kant er nog bij ga doen. Ik heb dat mooie blauwe kant ook nog liggen. Dat wil ik eigenlijk ook nog gaan gebruiken. Even kijken, een stukje kraftpapier. Ik weet niet of dit mooi gaat worden hoor. Ik moet dat gewoon even testen. Of... Wacht even, we hebben natuurlijk ook nog die mooie cirkeltjes. Die kan ik er straks ook nog bij gaan doen. Eerst deze maar eens eventjes uit gaan stansen. Dat dacht ik al. Als je van die gedetailleerde malletjes hebt, dan moet je... er zit bij Studio Light zo'n assistant sheet bij. En als je echt van die gedetailleerde stansmallen hebt, dan gebruik ik altijd even die assistant sheet erbij. En dan stans je hem gewoon netjes uit. Dit is een malletje uit de Grunge collectie. Die had ik ook bij het andere project van deze serie al gebruikt. Dus die staat al wel gelinkt bij de producten. Kijk, dat vind ik wel leuk. Dan heb je gewoon nog net even wat contrast weer bij deze HTC. En dan komt daar misschien nog een klein bloemetje of we kunnen een klein touwtje misschien er nog aanmaken. Misschien heb ik nog een kleine postzegel. Oh, ik bedenk alweer veel te veel. Kijk, zie je, dan wil je zo'n ATC'tje eigenlijk, wil je ze niet te druk maken. En toch wil je wel weer alles erop gaan gebruiken. Van mij hoeven niet altijd al die stukjes er ook uit. Ik vind het soms ook wel leuk om die bloemen ook nog weer half dicht te doen. Dus ik ga deze zo doen. Dan even kijken. Ja, weet je, eigenlijk hoeft er helemaal niet wat bij op. Ik ga kijken of het toegevoegde waarde heeft dat er een kantje achter gaat of niet. Nou, dit kantje is wel leuk. Dan heb ik toch mijn kantje erop zitten. Ben ik weer tevreden. Anders weet ik toch wel, dan wil ik gewoon dat kantje erop hebben. En als het dan niet erop zit, dan ja, blijf ik daarover malen. Zou het niet doen. De een vindt het wel mooi, de ander vindt het niet mooi. Ja, wat ga ik nu doen? Ik ga nog één keer bekijken. Ik moet toch mijn eigen
idee volgen. Dat is natuurlijk één ding wat zeker is. Maar het kan er nu nog af. Ik raad toch zonder het kantje. Je halve vind ik ook niet. Nee, ik doe geen kantje. We gaan plakken. Die ga ik zo vastplakken. Poesje komt hier onderaan. Deze gaat hier nog weer achter. Dan stoppen we de klok er nog weer achter. Nee, ik doe niet bij de een de achter en bij de ander. Of bij de een wel een kantje en bij de ander niet. Dat strookt bij mij niet. Dit is zo'n ATC-serie. Dan moet het ook gewoon beide een beetje in dezelfde stijl zijn. Dus dan moeten er wel, zeg maar, twee een beetje redelijk gelijk zijn. Kijk, en dan wilde ik hier onderaan dat vlindertje weer precies op die bloempjes of op die takjes laten zitten. Ja, zo komt het poesje ook mooier uit. Ik vind dat blauwe toch eigenlijk, ja, dat kantje net wat te veel. Ik zou er eerder dan een klein jute touwtje of zo. Dat zou nog kunnen dat we hier met een eyeletje een jute touwtje overheen laten strikken. In het geval ik per se touw wil doen. Maar dat kan ik ook anders doen, dat touwtje. Ga ik hier iets achter stoppen. Vervelend is dat, hè? Als je zoveel materiaal hebt en je gewoon alles wil gebruiken. Maar ja, anders komt het ook nooit op. Ik ga straks ook nog even het blauwe nietje proberen. Maar dat komt dan even op mijn volgende creatie, als ik dat nog ga redden. Ik denk het haast wel. Die doen we dan hier weer achter. Zo. En dan denk ik dat ik hier een klein belletje of een klein leuk bedeltje nog weer achter ga maken. Moet ik alleen even kijken welke precies. Nou, ik wil deze een beetje schuin doen. En dan kan die daarop. Oh ja, Joyce, dat komt omdat ik gewoon, als jij gewoon bij elke creatie een strikje gebruikt, dan leer je vanzelf wel ervaring opdoen met strikjes maken vanuit de bol. Even kijken, dan ga ik bij deze maar eerst even het strikje erop doen. Dat is dan net zo makkelijk, want deze komt dus aan de andere kant. Even kijken.
ook weer een klein strikje. Nou, dit is het jutekoord van Hemtiek. En dat is gewoon een heel fijn, dun jutetouwtje. Ja, ik vind hem gewoon super leuk. Nou, bij deze komt een ander poesje. Ga ik bij deze lekker eigenwijs aan die kant de spulletjes plakken. Dan komt daar deze bloem zo achter. Vlindertje daar. En dan de blaadjes. Nou. Niet langer over nadenken. Kijk, zoals bij deze laat ik ook gewoon die spulletjes erin zitten. Die papierrestjes. Ik vind dat wel leuk. Een envelopje naar die kant. Waar ik met de ATC'tjes wel een beetje rekening mee probeer te houden. En ja, probeer, want dat is voor mij ook gewoon lastig. Maar om wel een beetje binnen de kaders te gaan werken. Want jullie weten dat ik met de kaarten natuurlijk heel vaak alles een randje aan de zijkant doe. Nog even een extra stukje hier, een extra stukje daar. Maar als je dat dus bij ATC'tjes doet, er zijn mensen die ATC'tjes verzamelen. En die doen ze in de pocket letters. In die hoesjes daarvan, zeg maar. En als je ze daarin wilt bewaren, dan past het dus niet als er iets buiten steekt. Dus vandaar dat ik met de ATC'tjes eigenlijk altijd probeer om er rekening mee te houden. Om ze toch zo, ja, zoveel mogelijk gewoon niet buiten de kaders te gaan. Kijk, die komt daar weer op. Nou, dan hebben we toch twee bijna gelijke ATC'tjes. Ik vind het bij deze wel leuk en het zijn bijna gelijke, niet helemaal gelijke. Om bij deze mijn jutetouwtje even vast te maken. En dan ga ik hier ook dat touwtje op het bloemetje vastmaken. Kijk, dan heb je gewoon een decoratie-item. Zo zijn ze toch allebei iets anders. Kijken of ik, kijk, dat is wel slim dat ik eventjes nog keek, want anders dan had ik hem zo op de verkeerde kant vastgeplakt. Dat ik mijn tekst op de kop had. Even kijken, staat bij pre-order. Ja, mijn nieuwe lijn die komt straks in februari. Die producten die kun je bekijken via de pre-order inderdaad. Dus maar daar wil ik nu nog even niet te veel, want ja, weet je, het is nog lang geen februari. Ja, ik moet wel nodig starten met de voorbeelden. Maar ik wil daar nu eigenlijk nog niet te veel aandacht aan besteden, want januari komt nog eerst en er komt nog zoveel leuks uit. Nou, dit is dus serie 2 geworden. Dit is een serie zonder tekst. Omdat ik nu de Posca nog een beetje nat heb, doe ik ze nog even niet in mijn boekje. Maar ik vermoed haast dat ik één van deze en één van die hierachter ga steken. Dan komt er hier één achter. En hier aan de achterkant één. Ik ga daar nog even foto's van maken, dus dat komt nog. Nu had ik nog gezegd dat ik heel misschien nog een derde serie wilde maken. Ook van twee ATC'tjes.
En daar wilde ik eigenlijk iets heel eenvoudigs mee gaan doen. En daar kunnen we dan onze hoe zal ik het zeggen? Die nietjes voor gaan gebruiken. Ik dacht namelijk, dit papier is zo ontzettend mooi. Als ik alleen wat vlinders erop ga doen. En dan gewoon zo twee vlindertjes onder elkaar. Ik had eigenlijk... Kijk, daar dacht ik al, hier zijn die vlinders. Ik had in verschillende maten vlinders. Dus een grote... En een kleine en nog een grote en een kleine. Die doen we even bij elkaar. Dan moet ik nog even snel daar papier voor uitzoeken en dat gaan uitstansen. Even kijken. Ik zou toch zeggen dat ik mijn designpapier wel had. Ja. Ga eens even kijken welk designpapier eronder gaat. Eigenlijk wil ik niet... Even spieken hoor. We kunnen natuurlijk ook alleen dat blauwe doen. Dat is ook wel heel mooi. Dus dat de vlinders zo op een blauw muurtje komen. Dan kunnen we daar een klein strookje van een ander kleurtje nog overheen doen. Ja, ik denk dat ik al wat zie. Dan moet ik even weer stansen. Ga kijken of het in deze live nog gaat redden. Allemaal. Kijk, hoe laat is het? Moet net kunnen. Ik heb nog ongeveer 10 minuutjes. Nou, het voordeel... is dat je dit ook gewoon prima door je stansmachine kan doen. Of in ieder geval door de kleine stansmachine van Studio Light. Kijk, dat past precies qua formaat. Ik heb nu die assistant sheet niet nodig, want dit is gewoon echt zo'n... hoe zal ik het zeggen? Zo'n basismal. Die gewoon in één keer goed uitstans. Alleen voor de gedetailleerde mallen heb je even een extra druk nodig. Nou, ik zal deze denk ik niet helemaal af gaan maken. En dat maakt op zich ook niet uit. Oh. Zeg ik wel. Maar ik had hem niet helemaal goed erin liggen. Dus ik knip dit gewoon even iets bij. Want dat is sneller dan weer door de stansmachine doen. Kijk, ik dacht als ik nou gewoon die vlindertjes zo daarop doe. En dan kunnen we misschien een klein strookje designpapier. Even kijken, doen we daar deze kleur op? Ik heb misschien nog een ander idee. Ja, wanneer zou ik nou niet te veel ideetjes hebben, hè? Als ik eenmaal bezig ben, dan blijf ik maar gewoon doorgaan. Soms moet je dan ook zeggen stop, maar ja,
Kijk, in het midden een strookje bij die. En een strookje bij die. Dan had ik van de vorige serie, had ik natuurlijk ook nog die stukjes over. Die kunnen daar onderaan. Dat is nummer 1. En bij die andere komt hij dan naar boven toe. Zou ik dan nu mijn kantjes toch nog kunnen gaan gebruiken? Ik denk het wel. Kijk, want dan komen die kantjes daar weer op. En dan gaan we één vlinder zo in het midden doen. En dan ga ik in plaats van de vlinders onder elkaar, ga ik de vlinders zo dubbel maken. En dan komt er onder de vlinders, ja, ik en weinig erop. Denk je dat dat ooit gaat komen? Ik denk het niet. Deze gaat zo'n strikje van jute, ga ik hieronder vastnieten. Dat gaan we dan doen. En dan kwamen er de dingen op. Weet je, ik ga er eentje gewoon plakken. Dan hebben jullie ook een idee wat ik nou allemaal bedoel. En dan gaan we gewoon proberen met dat blauwe nietje of dat lukt. Hebben we dat ook weer getest. En dan is het ook klaar. Er kan er eventueel nog een plakpareltje bij op, maar weet je, dat hoeft dan weer niet per se. Tekstjes kan, hoeft niet. Nou, ATC'tjes, ja, weet je, je kan ze natuurlijk ook gewoon maken met de setjes wat jij, met producten wat jij thuis hebt. Je hoeft er niet per se een stansmal voor te gebruiken. Ja goed, ik vind dit set gewoon ontzettend leuk, want hier zitten heel veel extra's bij. Je hebt er ook gelijk een stempeltje bij die je op de achterkant kunt doen, zodat je weet ja, welk thema het is. Kijk, ze hebben die restantjes ook straks gelijk weer gebruikt. Dan kwam er een stukje kant. Ja, als je nu binnenstroomt, dan moet je inderdaad wel even een stukje terugkijken nog, Ine. Want ik ben al aardig bezig. Ik heb 2 series met ATC'tjes gemaakt en ik ga nu de 3e maken. Maar die 3e maak ik even een klein prototypetje van. Dan ga ik er even eentje van maken en die andere die ga ik na de live nog even doen. Deze kwam in het midden. We kunnen die vlinder ook zo schuin doen. Dat is leuker. De nietjes. Nou, mijn nietjes moesten ook bijna bijgevuld worden. Ik heb deze, ik ga het nu eerst even op een proefstukje doen hoor. Ik heb deze dus net met een blauwe Posca dus even blauw gemaakt. Even goed laten drogen. En dan gaan we even kijken of die tip van Thea werkt. Kijk, nou hebben we toch leuke blauwe nietjes. Nou, Thea, dankjewel voor de leuke tip van vandaag.
Want we hebben nu leuke gekleurde nietjes. Dus die kun je in alle kleuren van de regenboog gaan maken. Nou, ik heb een stukje jute touw. Jullie zien wel, ik frummel dat gewoon een beetje. Zodat een klein stukje. En die ga ik dus vastnieten. Dan kan je dat weer een beetje zo rommelig over de kaart doen. Vlindertje eroverheen. En dit werd een duo vlinder. Dus er komen er twee op elkaar. Even aanduwen. Kijk, dat is toch ook leuk. Dan heb je gewoon een beetje zo'n pop-up vlindertje, zeg maar. Oh, ik zie dat deze een beetje... Slim, hè? Ik had hem nog helemaal niet vastgeplakt. Hadden jullie niet gezien, hè? Nou, je zou aan de randjes natuurlijk ook nog van alles kunnen doen... Ga ik in dit geval niet doen. Ik denk dat ik hier gewoon een lekker rustige ATC van hou. Je zou een tekstje nog op kunnen stempelen, maar ik vind het niet nodig. Ik vind het gewoon een leuk kaartje geworden. Dus ook de andere ga ik in dezelfde stijl als deze nog even maken. En dan vind ik het mooi. Kijk, zo zie je. Toch met ook minder materialen kan je ook onwijs leuke ATC'tjes maken. Nou, ik ga hier ook nog met mijn spetterpen op. En dan ga ik jullie zo weer verlaten. Dan hoop ik dat jullie een, ja, toch weer een leuk uurtje hebben gehad. Nou, ik ga achter de schermen denk ik maar alvast een keer wat nietjes voorbereiden. Want ook witte nietjes lijken mij ook ontzettend leuk. Nou, dit is dus een ATC'tje geworden. En we hadden deze leuke gemaakt. Nou, al met al dus een vrij productieve ochtend. Ik hoop dat ik jullie weer kon inspireren. Ik ga nog even als een speer van allerlei dingen weer bijbestellen. Ik hoop dat vandaag ook de journals in de mooie kurk variant binnenkomen. Als die er zijn, dan maak ik nog wel even een fotootje en laat ik die ook nog eventjes zien in de groep. En voor de rest wens ik jullie een fijne dag. Bedankt voor het meekijken. Vanavond is Jeanette nog weer live, dus kijk ook gezellig met haar mee. En voor de rest van de week weet ik de planning zo niet. Oh ja, morgenavond is Rianne nog live. Vrijdagavond Joyce Jansen en zaterdag Suzanne. Heel misschien ik nog ergens, maar... Nog geen idee. Fijne dag verder nog. Doei doei.